Dag Marielle. Goedemiddag. Wat fijn dat we hier kunnen zijn. Ja, vind ik ook. Mooie omgeving hier. Waarom heb je deze omgeving nou specifiek voor ons gesprek? Nou, ik vind het hartstikke fijn dat jullie helemaal hier naartoe zijn gekomen. Want dit is toch het buitengebied van gemeente Boxtel. Dit is onze woon- en werkomgeving. En als je ziet, de koeien die grazen hier lekker op de achtergrond. En daarachter bij die boompjes, daar heb je de Essenstroom. Dus je kijkt eigenlijk ook al uit op Ess. En Ess is dichterbij dan je denkt. En de dames staan erbij, hè? En de dames staan erbij, ja, zeker. Nou, zoals je dat beschreef, ben jij een agrarische ondernemer. Ja. Mag ik ook zeggen boerin? Ja, tuurlijk. Dan doe ik niemand tekort. Nee, dat is hetzelfde, hè, wat mij betreft. Ja. Volgens mij, als je dit soort dingen ingaat, dan ben je dag en nacht bezig. Is dat waar? Het is in ieder geval geen job van 9 tot 5, zullen we maar zeggen. En agrariërs die ondernemen ook met passie, die zijn altijd bezig met hun dieren, met hun werk. Absoluut. Ja, maar dat doen ze ook graag. Ja. Ik ben ook trots op de boer. Kan ik me helemaal voorstellen. Maar nu heb je ook nog een gezin erbij. Klopt. Hè? 3 kindertjes die al wat groter zijn, zag ik. Hoe combineer je dat dan zo samen? Want een drukke baan als agrariër, zeg maar, als boerin. Ja. En nu ook nog een gezin erbij. Ja, nou, ik moet wel nuanceren, want wij noemen mij altijd de parttime boerin. Ik ben vooral op kantoor te vinden. Ja, en ja. Natuurlijk, ik heb wel eens een overal aan om even mee te helpen. Maar dat is meer omdat we dat gezellig vinden. En niet omdat het per se nodig is. En mijn voorbereidend werk voor de gemeenteraad kan ik overdag voorbereiden. En de kinderen die komen dan daarna thuis en dan ben ik er ook. En dat vind ik vooral heel fijn. Ja, dan kom je meteen met je voorbereiding voor de raad. Het is natuurlijk wel zo dat je er ook nog een keer de raad bij hebt. Je wordt nu lijsttrekker. Ah, je was al een keer lijsttrekker. Ja, klopt. Hoe combineer je dat dan weer? Want dat is nog weer extra tijd. Ja, ik denk ook. Want voor die tijd had je al heel veel. Hè, vanaf 2010 of zo ben je al bezig, actief bezig binnen de balans. Ja. In allerlei commissies. En nu de gemeenteraad. En de gemeenteraad. Ja. En lijsttrekker. Ja. En nu voor de tweede keer lijsttrekker. Hoe doe je dat? Ik denk dat je dat gaandeweg ook inpast in je dagelijkse bezigheden. En voor mij maakt het ook niet uit als ik in het weekend even nog wat extra werk verricht. Dat gaat dan tussen de bedrijven door. En okay. Past me prima. Maar ja, nu word je voor de tweede keer lijsttrekker. Lijsttrekker was je al eerder. Als je nu terugkijkt naar dat lijsttrekkerschap en dit lijsttrekkerschap nu voor de tweede keer. Ga je dan dingen anders doen? Heb je daarvan geleerd? Heb ik daarvan geleerd? Het is natuurlijk wel anders als je iets voor de tweede keer doet. Natuurlijk, dan heb je al ervaring opgedaan. Ik moet ook zeggen, de afgelopen raadsperiode als fractievoorzitter, want dat was voor mij natuurlijk wel de eerste periode als fractievoorzitter, heb ik vooral ook wel proberen in te zetten op meer verbinding en op samenwerking. En ik vind dat wij vanuit de oppositie dan toch, ook al zoek je de verbinding op, je kritische geluid kan blijven laten horen. He, dus dat de standpunten vooral hetzelfde blijven, maar op een andere manier misschien gebracht worden. Nou, je wordt voor de tweede keer lijsttrekker. De eerste keer, toen hadden jullie de verkiezingen zelfs gewonnen. En toch is dat wat teleurstellend verlopen met de onderhandelingen naar het college toe. Ja. Hoe is dat voor jou toen geweest? Op de eerste plaats natuurlijk enorm trots dat we de grootste partij zijn geworden met ruim 20% van de stemmen. Dus dat is een behoorlijk aantal. En dan is het inderdaad wel bijzonder dat je zonder inhoudelijk gesprek buiten het college wordt gehouden. Vind ik naar de burgers toe, naar de kiezers toe ook niet respectvol. Daar had ik wel vooral wat moeite mee. Ik heb een paar nachten slecht van geslapen en ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht om te stoppen, integendeel. Want je voelt je gesteund en je gaat juist verder. Mijn opa die zei altijd van, je moet leren van het verleden en vooral vooruitkijken en zo is het. Ja. Op basis van de inhoud ook vooral en argumenten de discussie aan blijven gaan in het belang van Boxtel. Marielle, waar gaan wij nu naartoe? Ja, ik wilde je graag even een stukje meenemen eigenlijk. Door de weilanden en dan richting het water. De Essenstroom loopt hierachter. Ja. En
Nou, het is vooral een heel mooi rustig plekje. We zijn hier van de zomer ook veel geweest, want het was natuurlijk prachtig weer. En ja, veel rondom huis geweest, net zoals iedereen, in verband met corona. En dan namen we een picknickmand mee en iets lekkers, een stokje kaarten, muziekje. En dan gingen we daar op een picknickkleedje lekker en zitten. En doe je dat dan met het hele gezin? Ja, onder andere. Gezellig. Ja, zeker. En we lekker ook een dichtbij, vakantie dichtbij. Ja, vakantie dichtbij. Want ja, je gaat het uitbreiden. We hadden op een gegeven moment ons rubberbootje maar weer eens voor de dag gehaald. Ja. En gewoon lekker daar met paddles over de Essenstroom. Ik moet hier wel oppassen dat ik niet in de koeienvlaas stap. Even iets anders, hè, want dat geeft dan natuurlijk een beetje een prachtig beeld. Maar je doet ook heel veel in de vrije tijd. Nog meer, heb ik gelezen. Wat doe je allemaal nog meer? Wat doe ik allemaal nog meer? Ik heb gelezen iets van carnaval. Ja, onder andere. Ben je actief? Nou, vooral vanuit Buurtschap West zijn we met een hele groep actief. En ja. Dat is ook zo mooi, hè? Ieder doet wat hij kan. En dat is dan ook de kracht van onze buurtvereniging. En wij zijn inderdaad ieder jaar weer actief met carnaval. Wij nemen deel aan de grote in de trek. En de kleintjes nemen ook nog steeds deel aan de kleine in de trek. Ja. En dat zal komend jaar toch net even anders zijn. Dus ik, als ik daaraan denk, dan hoop ik vooral dat Duck Outdoor kan blijven gaan. Ja, ja. Voor de kinderen en dat de gemeente daar ook iets in kan gaan betekenen. Ja. Kijk, dat het voor ons een jaar anders zal zijn, daar kan ik wel mee leven. Ik ben een enorme liefhebber, hè, van carnaval. Maar, ja, dat weet ik. Ja. Ja. Ik heb dat een keer gezien. Zou zo ik heb een keer gezien dat jij meedeed aan Dances with the Stars. Oh ja, dat kan ook. Dat is zo'n jaar of 5 geleden. En ja. Hoe was dat? Want dan moet je toch een goede danseres zijn, want je won hem ook nog. Ik won, ja, wij wonnen samen. Ja, ja, samen, ja. Nou, je moet een goede danseres zijn, dat weet ik niet. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om te doen. En als je dan goed begeleid wordt, dan wordt het natuurlijk alweer een stukje makkelijker. Nou weet ik, als je dat daar aan meedoet, dan moet je wel 4-5 maanden van tevoren al beginnen om te oefenen. Hè, ik vraag mij af hoe jij dat allemaal managed, want dat is kennelijk wel heel een eigenschap van jou, dat je dat allemaal tegelijk kunt doen. Ja, nou ja, als ik ergens voor ga, dan ga ik ook voor de volle 100%. En dat doe ik omdat ik dingen leuk vind om te doen. Daar krijg je dan ook vanzelf energie van. En in dit geval, het oefenen ging, dat gebeurde vooral 's avonds. En dat paste nog wel prima in mijn agenda. Mooi, mooi. Ja. Ja, en nu komt er straks de verkiezing aan, hè? En jij als lijsttrekker kunt dus gekozen worden in het college. Wat ga jij doen als je als balans in het college gaat komen? Wat ik ga doen? Als lijsttrekker. Nou, ik kan niet wachten. Laat ik dat op de eerste plaats tegen je zeggen. Het is natuurlijk afhankelijk van de uitslag en van de onderhandelingen die daarna plaatsvinden. Mochten wij in de lead zijn om de onderhandelingen te voeren, dan staat onze deur in ieder geval voor iedereen open. Dus wij gaan met iedereen een gesprek aan. We sluiten niemand buiten. En ik heb wel een aantal punten die voor mij dan het allerbelangrijkste zijn. Ik weet niet of je die dan ook expliciet wil weten. Dat de bedoeling is. Het gaat niet zozeer om die punten. Het gaat mij meer over van, ga jij wethouder worden als je als balans wordt gekozen? Naast al die drukke tijd. Ik ben de wethouderskandidaat. Ja. Oké. Okay. Klopt. Okay. En daar heb ik enorm veel zin in. Wij vinden dat er wat meer daadkracht in het college gezien mag worden. En dat ga jij doen? Ja, daar wil ik wel mijn schouders onder zetten. Nou Marjelle, we zitten hier voor het gemeentehuis in Boksel. Wie weet, ga je hier nog vaker komen als wethouder? Dat behoort tot de mogelijkheden in ieder geval. En zou ik in ieder geval graag zien dat er wat meer verbeteringen en ontwikkelingen plaats gaan vinden. Want dat hebben we wel gemist de afgelopen periode. Wat is nou eigenlijk voor jou het vlammetje geweest wat jou de politiek in heeft laten gaan? Oh, dat is een goede vraag. Wij hebben bedrijfsmatig op een gegeven moment problemen gekregen met de vergunningsaanvraag voor onze rundveestal. Omdat er van ons geëist werd dat daar dakpannen op zouden komen in plaats van
golfplaten. Nou, dat is financieel gezien natuurlijk een heel ander kostenplaatje. Heel duurder, hè? Ja, absoluut. Dat is ook niet haalbaar. En nou, ik vond eigenlijk wel interessant hoe zo'n beleid dan tot stand komt. En toen heb ik wat meer daar mezelf in verdiept. En dat is uiteindelijk ook de reden geweest om politiek actief te worden. Omdat het me zo interesseerde. En nou ja, het balletje is gaan rollen. En verder hebben wij van vroeger uit ook vooral de politiek wel gevolgd. Maar meer aan de zijlijn. En nou ja, mijn ouders hebben ook zoiets van, nou ja, je onderneemt. En in een gemeenteraad, als ik dat bruggetje mag maken, heb je het niet over je eigen portemonnee, maar over het gemeenschapsgeld. De portemonnee eigenlijk van jou en van alle kijkers, van mij. En dat is een heel ander verhaal. En ik wil daar ook heel graag zuinig mee omgaan. Want iedere euro kun je maar één keer uitgeven. Dus, en dat speelt nu natuurlijk enorm, want we verkeren in financieel zwaar weer. De broekriem moet aangehaald worden, zullen we zeggen. Ja. Moeilijke taak. Nou, vooral een uitdaging. Ik zie wel mogelijkheden, sowieso. Maar dat betekent wel dat we moeten stoppen met, wat ons betreft in ieder geval, moeten gaan stoppen met prestige hobbyprojecten en met plannen die ondertussen achterhaald zijn. Nou, hebben jullie altijd in de politiek, de laatste jaren, in de oppositie gezeten? Mm-hmm. Stel dat je wethouder wordt, daar hebben we het net even over gehad. En dan zit je natuurlijk in een heel andere rol. Nou is het zo dat als je in het college zit, wat je ook doet, het is eigenlijk nooit goed voor de burger. Hoe ga je daarmee om? Je krijgt altijd kritiek. Ja, dat klopt. Dat kan zo zijn. Ik vind in ieder geval, in een college kun je bruggen bouwen, kun je ontwikkelen, kun je verbeteringen tot stand brengen. En nou, wat ik vooral nu heel erg belangrijk vind, is de afstand kleiner maken tussen de burgers en de gemeente. De gemeente staat ten dienste van alle inwoners. He? En die afstand is best groot op dit moment. Dus niet... Laat ik daar even op inhaken. Ja. Volgens mij hebben we een meewerkende gemeente. Zoals ze dat in onze slogan hebben. Doen ze dat niet goed? Of moet het anders? Nou, ik zou meewerkend Bokstol ook vooral in de praktijk meer merkbaar willen zien. En een positieve grondhouding innemen. Dus als er mensen met ideeën komen of initiatieven. Zeg dan vooral van ja, goed idee. Als... En zeg niet meteen van nee, dat kan niet. Of ontvang de ideeën positief, omarm ze en ga ermee aan de slag. Dat is die positieve grondhouding. En dat is voor ons meewerkend Bokstol. En dat vind je dat te weinig is nu? Ik vind dat we daar met die uitvoering in ieder geval meer aan de slag moeten. En ja, de afstand met de burgers, als je even kijkt, hè, het contact dat wij normaal gesproken als politieke partij hebben met de inwoners. Ik noem als voorbeeld spreekuren. Hè, die we maandelijks gehouden hebben. Ja. We hebben iedere keer te horen gekregen van, goh, we voelen ons niet serieus genomen. Dus dat is wel een heel duidelijk signaal waar ik me volledig voor in wil gaan zetten. En jullie kennen misschien de cartoons nog vanuit het verleden, van de burgers op één. En het poppetje op leeftijd met het Superman-pak, de kracht van grijs. Ja, dat is enorm waardevol. Dus de kennis en kunde van mensen ook benutten, want de kennis ligt op straat. Ja, klopt. En nou, dat mis ik wel eens, dus daar zou ik me sowieso hard voor willen maken. Oké. Okay. Even een heel ander punt uit jullie programma. Duurzaamheid. Duurzaamheid. Jullie vinden nu dat jullie veel meer moeten aansluiten op de landelijke ontwikkeling. Hè? We hebben hier, we willen energie neutraal zijn in 2030. Ja. Dat vinden jullie te ambitieus en te veel kosten. Mm-hmm. De overheid heeft gezegd 2050, de centrale overheid. Jullie willen daarin meelopen, dat is duidelijk. Dan hebben we natuurlijk allerlei projecten lopen, onder andere het GreenTech-park. GreenTech-park is er nog niet, maar daar ligt grond. Jullie willen dat gaan benutten voor lokale of niet-lokale ondernemers. Ja, je bent goed ingelezen. Ja. En nu is het zo dat die grond die is toegewezen voor duurzame industrie. Dus een GreenTech-park onder andere en alles wat daarbij komt. Nou, is degene die daarover gaat, is niet Bokstol, jullie hebben het wel in het programma staan, maar is de provincie. Dat stuk is echt toegewezen als besluit voor de provincie. Wat gaan jullie dan doen als balans om toch te zorgen dat jullie doelstellingen gehaald worden? Nou, ik zou in ieder geval in gesprek gaan met de provincie, want die exclusiviteit die is bespreekbaar. En deze bedrijfsgronden, die hebben wij gewoon heel hard nodig voor onze eigen lokale ondernemers. En ik vind dat je als gemeente je hard moet maken voor de lokale ondernemers. Ik begrijp dat je dat wilt, maar
hoe ga je dan om met de provincie? Want die willen, die hebben daar de zeggenschap over. En hoe ga je dan met wie ga je daar dat onderhandelen? Dan gaan we in ieder geval de lobby aan. En dan gaan wij over met de provincie, ja, zeker. En dat is een van de mogelijkheden om de duurzaamheidsambities in ieder geval naar beneden bij te stellen, waardoor het ook minder kostbaar wordt. Want voor ons is het belangrijk dat wij die middelen op een andere manier in gaan zetten. In ieder geval om de gemeente weer financieel gezond te maken. En dit is een van de hobbyprojecten die wij graag willen annuleren. Ja, zeker. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de kleine aarde en voor de binnendommeltjes hier in het centrum. Daar hebben we op dit moment geen geld voor en wij zien liever dat het dan ten behoeve komt van onze financiële begroting, de situatie. En anders voor het sociaal gezicht en het welzijn. Okay. Dat heeft voor ons prioriteit. Dan sluit dat goed aan bij een andere partij. Dus wat dat betreft heb je al een partij die mee gaat doen. Even toch als laatste vraag, als afsluiting. Stel, je wordt wethouder en je zit in het college. En je kijkt, je wordt nu gekozen voor 5,5 jaar. Hè? Als je dan gaat terugkijken naar 5,5 jaar, wat moet dan zeker gerealiseerd zijn om tevreden te zijn? Mogen er ook 3 dingen zijn? Nee, ik zal het kort laten. Houden in ieder geval. Ik begrijp je vraag. In ieder geval voldoende en betaalbare woningen. Met name voor de starters en de senioren. Die missen wij enorm in de kernen. En hier in het centrum mag zeker ook gebouwd worden. Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat er meer aandacht komt voor het totale sociaal domein. En dan denk bijvoorbeeld aan een dynamisch integraal ouderenprogramma. Maar ook de jeugdzorg heeft meer focus nodig, wat ons betreft. En de lokale ondernemers hebben we net al besproken. Geldt ook voor de lokale ondernemers hier in het centrum. Wees loyaal, koop lokaal. Ze hebben het heel hard nodig. Ja. Nou, leuk gesprek hebben we gehad. Ik wens je ontzettend veel succes in de komende verkiezingen. En nogmaals, het gaat je goed. Ja, jullie ook bedankt voor de tijd. En je weet het, Hans, het roer moet nu om.